Bont en de Vaan, breaking news, of niet Theo? Ja, vandaag gaan we de prijswinnaars bekendmaken van de Foute Party. Foute Party? Van Q Music op wat? Foute Party? Ja, het is een Foute Party. Zeker een Foute Party. Van Q Music in de Brabanthal, hè? Ja, op 28 juni aanstaande. Jullie hebben massaal geliked, gedeeld en geretweet. Gereageerd. Geretweet. Geretweet. Op Twitter. En gereageerd op Facebook. En daar hebben wij... En dat vind ik leukst. Ook. En we hebben de volgende prijswinnaars... Bekendgemaakt. Nee, die gaan we bekendmaken. Oh, die gaan we nu bekendmaken. Ja, we hebben ze gevonden. We hebben ze gevonden. We hebben jullie gevonden. Wil jij de eerste doen? Nee. Maak het even spannend. Nee. Moet ik de eerste doen? Jij mag het doen. Ik laat dan jou de eer. Zullen we eerst de lieder in starten? We starten even lieder. Nee, dat gaan we even niet doen. Maak ze maar gewoon bekend. De eerste winnaar is Theo. Winnares, want het valt wel op dat vooral veel vrouwelijke fans ons leuk vinden. Dus de eerste winnares is geworden Anita Wertz. Anita, gefeliciteerd Anita met jouw twee kaarten voor de Foute Party van Q Music 28 juni. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Anita Wertz, uit Den Bosch, hè? Uit Den Bosch. De volgende winnaar is Theo. Dat is wederom een meid, maar dat zei ik net al. En dat is geworden Sylvana Engels. Ik hoop niet dat ze Engels praat, doet is in het Engels. The next winner is Sylvana English. Engels. Er komen twee kaarten jouw kant op. En de derde winnares is, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het kan twee kanten op. Of Michaela of Michella Jansen. Michaela of Michella Jansen met dubbel S. Jansen, zit je te kijken. Jij hebt ook twee kaartjes gewonnen voor de Foute Party van Q Music in de Brabanthalle. Ja, klopt. En dan gaan we over naar de laatste winnares. Het is Tromgeroffel. Tromgeroffel. Ja. En dat is geworden... Ik kijk nog even. Joyce van Bergen. Beste Joyce van Bergen, jij hebt ook twee kaartjes gewonnen voor de Foute Party van Q Music. Gefeliciteerd met jullie prijs. En dan denken jullie, hoe kunnen we deze kaarten nou ophalen? Ga dadelijk, als je deze aflevering hebt gezien, gelijk naar www.facebook.com/bonteendevaan/ is een schuine streep. Bonte de Vaan. Bonte de Vaan. Ja, komt wel even onder in beeld, kan wel even. Hè? Ja, zet er gewoon hier zo neer. Bonte de Vaan. Ga daar gelijk heen en daar volg alle instructies. Hoe jij aan deze kaarten kunt komen. Het is per persoon twee kaarten. Dus jullie hebben allemaal twee kaarten gewonnen. Dus jullie kunnen beste vriend, vriendin, vijand, familie allemaal meenemen. Alleen dan één daarvan. En dan kom je ons tegen bij de Foute Party. En ook nog heel leuk, één van deze prijswinnaars, daar willen wij de kaarten naartoe brengen. Dus als jij reageert voor morgenmiddag, dus luister goed, als jij reageert voor morgenmiddag, dan kan het wel eens zo zijn dat er een roze limo bij jou de straat in komt rijden. En wie zit daarin? Nee, het is geen koninklijk bezoek van Maxima. Dat zijn de zusjes Bonte en... De Van. De Van. Die komen dan in een stretch roze limo die kaart te brengen. Dus maar, dan moet je wel voor morgen 12 uur reageren. Ja. Anders zijn we al weg. Ja. Ja. Ja, daar weinig aan toe te voegen. Ja, weinig aan toe te voegen. Het lijkt net of je dit vaker doet. Ja, hè? Ik zei er iets van. En vaker. Zo live, zo 100 keer opnieuw te hoeven. Ja, leuk, hè? Ja. Dus zit je nou te kijken, denk je, hey, waarom like ik die pagina nog niet? Dat vraag ik me ook af. Ga dan naar facebook.com/bontedevaan. En misschien komen we jou wel tegen bij de Foute Party van Q Music. Heb je er zin in? Hou sowieso de websites in de gaten, want binnenkort gaan er misschien nog meer prijzen uit. Ja, en wat doe je aan? Wat doe ik aan? Met de Foute Party? Iets goed fout. Iets goed fout. Wat doe jij aan? Dit? Dat is toch goed fout? Kan. Nee, ik weet het nog niet. Nee, ik ook nog niet. Oké. Okay. We gaan nog in overleg. Bedankt voor het kijken en misschien zien we je morgen wel bij ons in de roze limo. Houdoe.